vakantie gaan. Ik heb een beetje. De Lindenspelers vieren dit jaar hun 40-jarig bestaan. Uiteraard met veel toneel. Ja, we gaan een hoop eenacters spelen. Dat hebben we wel eens vaker gedaan met een jubileum. En we hebben een voorjaarsmenu en een najaarsmenu, zeg maar. Ja, ja. En hoe gaat het eruit zien? Waar gaan jullie spelen? Het zijn beide hoofdgerechten, in ieder geval. We gaan eerst spelen, nu even wel, nu even niet. Een prachtig stuk van de bekende Maria Goos. Een heel leuk stuk. Het zijn twee eenacters die op elkaar betrekking hebben. Die we op één avond gaan spelen voor de pauze en na de pauze. Voor de pauze nu even wel en na de pauze nu even niet. Ja, een mannen- en een vrouwenversie. Een mannen- en een vrouw, ja. Maar ik heb ook begrepen jullie de boer op gaan. Wij gaan zeker de boer op. In het najaar, we zijn druk aan het repeteren met vier eenacters die we op... We hebben lang gezocht naar... Waar willen we die nou gaan spelen? We willen dat wat bijzonder doen. Dat hebben we in het verleden ook wel gedaan. En dit jaar zijn we ook weer aan het zoeken geweest. En we hebben vier horecagelegenheden. Nou, drie horecagelegenheden en een gelegenheden. En een kunsthandel. Bereid gevonden om het stuk te herbergen. Ja. En dat betekent het stuk van Hoendertwasser, de bekende architect, schilder. Die gaan we spelen in Galerie Dumais. En andere zijn horecagelegenheden. Ja. Bijvoorbeeld ons dorp of Café René. Ja. En dat lukt allemaal. Die zijn heel erg enthousiast. We hebben gekozen voor een zondagmiddag. Dan is het daar wat rustig. Maar wel een aantal mensen die dan de toneelliefhebbers met een drankje erbij. In eind september, begin oktober gaan we dat spelen. En we gaan een beetje plannen om de festiviteiten in Nuenen heen te doen. Ja. Want als er een hoop te doen is in het park, dan is het lastig om te spelen. Zo is het. Maar het voorjaar gaan we ook op de boer, eigenlijk de boer op. Voorjaar gaan we naar Berkenbos, spelen we. Maar we spelen ook in Nederwette, bij de Koppelaar. Ook in de Koppelaar, een hele mooie locatie. Dus we gaan erop uit. Ja. Nou kon je, als je in het klooster speelt, kun je kaarten bestellen van tevoren. Hoe gaat dat nu gebeuren? Kan nog steeds, maar niet bij het klooster. Dat kan gewoon via www.lindenspelers.nl. Ah, okay. Maar we hebben ook een verkooppunt in het park. Bloemenatelier. En bij Richard Mo in het Kernkwartier. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik heb begrepen, 40 jaar, dan begint alles een beetje ouder te worden. Hè? Niet bij de Lindenspelers. Nee, ik heb begrepen dat jullie toch wel een beetje aan verjonging aan het doen. Ja. Aan het doen zijn. Ja, we hebben op zondag een hele leuke jeugdclub. Die is inmiddels een half jaar, denk ik, aan het repeteren. Een jongere groep, ja. En die zijn aan het ontdekken wat toneel is. En dat doen ze door middel van teksten, maar ook oefeningen en spelen. En dat wordt heel goed begeleid door een van onze eigen regisseurs. Kom op! Na al die jaren vertrouwen ze nog steeds niet! Ik heb jullie altijd al vertrouwd, totdat jullie in die keuken stonden! Maar het was er ook niet de bedoeling om het zo te doen! Geen om de haren de keren te schuld! Waarom heb ik het altijd gedaan? Waarom laat je er ook in betrekken? Weet ik wel. Het gebeurde wel zelf. Jouw vriendin, hè? Wat vind jij ervan? Het is goed. Het is goed. Nederlands. Konnichiwa. We hebben met tekst gewerkt. We hebben... met de Grieken gewerkt, we hebben met typetjes gewerkt. En het is vooral eigenlijk van alles bekijken wat voor verschillende vormen er zijn. En vooral heel veel lol hebben met elkaar, dat is een hele belangrijke. Mm-hmm. Ja. Nou, en voor deze optredens zouden we, maar ook gewoon voor de jeugdtheater, zijn we eigenlijk nog wel op zoek naar medespelers. Dus als mensen interesse hebben, zouden we zeker kunnen kijken op bijvoorbeeld de site van de Lindenspelers. Ik wens jullie in ieder geval een heel vruchtbaar en leuk toneeljaar. Omdat jullie al 40 jaar bestaan. En ik zou zeggen, doe er nog 40 bij. Doen we. Doe nog best. Afgesproken. Dankjewel. Doen we.